Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van weerplaza.nl. Het is overwegend bewolkt boven Nederland, maar vooral in het zuidoosten van het land, daar komt soms nog wel de zon tevoorschijn. Vooral in het binnenland, dus het midden- en noordoosten van het land, daar vallen nog een aantal buitjes. Maar verder in het land is het op veel plaatsen droog en met temperaturen rond een graad of twintig is het dus eigenlijk prima weer. Maar wel staat er een flinke wind, want aan zee kan die soms enige tijd hard zijn, windkracht 7. De komende dagen dan blijft het wisselvallig. En dat hebben we allemaal te danken aan een grootschalig lage drugsysteem boven de oceaan en boven Noord-Europa. En daardoor krijgen we te maken met de ene naar de andere storing. Maar ook komen we geleidelijk aan aan de koude kant van het polaire front te zitten, waardoor met name woensdag en donderdag de temperaturen wat lager uitpakken ten opzichte van de normale waarde voor de tijd van het jaar. In het weekend dan krijgt geleidelijk hoge druk weer iets meer invloed. Lopen de temperaturen wat op. Maar we blijven wel te maken krijgen met een aantal buien. Vanavond neemt het aantal buitjes wel af, alleen de kustprovincies die blijven wat gevoelig voor een enkele bui. Dat komt door het relatief warme zeewater. De wind neemt iets in kracht af en de temperatuur die daalt dan in de loop van de avond naar een graad of 18. De komende avond en nacht neemt het aantal opklaringen toe en vooral vannacht kunnen er in het oosten toch wel brede opklaringen voorkomen. De temperatuur die daalt naar 13 tot 15 graden en de wind die neemt iets verder in kracht af. Tegelijkertijd blijft de kustprovincie nog steeds gevoelig voor een enkele bui. Morgen leeft dan snel de buiigheid weer op en worden de buien ook iets feller dan vandaag. De bovenlucht die is een heel stuk kouder en daardoor neemt de kans op een klap onweer met name in het binnenland toe. De temperaturen eigenlijk net als vandaag 19 tot lokaal 22 graden, maar wel beduidend minder wind. Veelal matig van kracht windkracht 3 of 4 en aan zee soms eventjes vrij krachtig windkracht 5. De komende dagen dan blijft het wisselvallig en met de laagste temperatuur op woensdag en donderdag dan ongeveer een graad of 18. De wind komt dan uit het noordwesten, dan een aanvoer van relatief onstabiele lucht, vrij veel wolken, soms zon, maar ook pittige buien met kans op onweer. Vanaf vrijdag wordt het dan geleidelijk aan wat droger, draait de wind weer terug naar het westen of zuidwesten en loopt ook de temperatuur geleidelijk op, maar dan 19 tot 21 graden. In het weekend loopt de temperatuur dan nog iets verder op. Wel zit er nog wel een enorme spreiding. Maar duidelijk te zien is dat de temperatuur in het weekend toch wel degelijk een stijging lijkt te maken. Met dan op zaterdag en zondag 23, misschien wel 24 graden. Nou, echt stabiel zomerweer, dat zit er voorlopig nog niet in. Want de kans op buien die blijft aanwezig. Ook in het komende weekend. Maar er meer, zoveel buien als de komende dagen, dat zal dan niet het geval zijn. Mijn naam is Wilfred Janssen van Weerplaza.nl